Wonen in beweging. Om goed zicht te houden op de bewegingen in het wonen en de woningmarkt, voert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek elke 3 jaar het woononderzoek Nederland uit. De uitkomsten van het woon worden door de Rijksoverheid, de provincies en de gemeenten gebruikt om beleid te ontwikkelen, te monitoren en te evalueren. Ook veel andere partijen gebruiken het woon. Ruim 60.000 Nederlanders zijn gevraagd naar hun woonsituatie en woonwensen, waarvan 20.000 in opdracht van provincies en gemeenten die het woon gebruiken voor hun eigen beleid. Dit zijn de belangrijkste resultaten uit het Woon 2015. Nederlanders zijn tevreden over hun leven, hun woning en woonomgeving. Al jaren, ongeacht de schommelingen in de economie. Bijna 60% van de woningen in Nederland zijn koopwoningen. 40% is huur. Deze huur-koopverhouding is stabiel sinds 2009. Corporaties bezitten het grootste deel van de huurvoorraad. Zij verhuren zo'n 2 miljoen woningen voor een prijs onder de liberalisatiegrens. In de totale huurvoorraad is het aandeel woningen boven de liberalisatiegrens gestegen sinds 2009. Gezinnen en paren wonen veelal in een koopwoning. 20 jaar geleden woonden zo'n 40% van de 65-plus paren in een koopwoning. Nu bijna 70%. Alleenstaande en eenoudergezinnen huren meestal. Het huishoudinkomen van huurders en kopers is gedaald. Voor kopers zijn de woonuitgaven gedaald, maar voor huurders gestegen. Dit heeft invloed op de netto woonquote. Voor eigenaren-bewoners kwam deze uit op 27%, voor huurders op 36%. Het aantal goedkope scheefwoners is afgenomen, terwijl dure scheefheid is toegenomen. Het aantal huishoudens dat is verhuisd is gedaald. Het is lager dan in het Woon 2009. Starters verhuizen nog steeds, doorstromers veel minder. Het aantal huishoudens met verhuiswensen is sterk gestegen. Dit komt vooral door huishoudens die misschien willen verhuizen. De groei van de verhuiswensen komt niet doordat mensen niet meer tevreden zijn met hun woning. Dat is immers stabiel. De woningmarkt is in beweging. Lees de resultaten van het Woon 2015 nog eens rustig door in de publicatie Wonen in Beweging. Op rijksoverheid.nl/woon.